Ik ben Christel en ik ben al 7 jaar planmoeder. Ik ben Anne en ik ben planouder sinds 2008. Ik ben planmoeder geworden omdat ik een meisje wou steunen in Zuid-Amerika. Omdat ik van mening was dat er nog altijd geen gelijke kansen zijn tussen jongens en meisjes. Voor mijn dochter is dat nog iets anders. Zij woont in een land waar dat er tot op een bepaald niveau wel enige gelijkheid is en dat zij bepaalde kansen kan krijgen. Maar er zijn andere landen en gemeenschappen waar dat nog altijd niet zo is. We hebben 10 jaar lang gewoon ieder jaar een brief geschreven. Ook een beetje de kinderen erbij betrokken, dat ze dan ook weer een zinnetje schreven. En zo kregen we dan ook brieven terug van hen. Wij hebben besloten als gezin niet actief deel te nemen aan het leven van ons plantkind. We vinden dat heel leuk dat wij regelmatig updates krijgen van hoe het met het meisje gaat. Maar wij gaan daar niet op bezoek. We zijn naar Burkina geweest om ons plantkind te bezoeken. Niet zozeer om echt te weten alle details van het kind, maar eerder om te weten in welke situatie leeft zij nu en wat is er nu echt veranderd doordat zij gesteund wordt door Plan. Zij was heel schuchter, maar ze is 17 jaar. Maar af en toe kreeg ze wel een keer een goede lachbui, dus daar zat wel veel leven in dat meisje. Als mijn dochter daar geïnteresseerd in is, op latere leeftijd, kan zij daar altijd naar schrijven. En dan maakt het ook wel leuk om haar daar meer in te betrekken. Voor mijn plantkind wens ik het eigenlijk hetzelfde voor ieder kind en voor mijn eigen kinderen. Dat ze ooit wordt wat ze wil worden en dat ze daar niet te veel belemmeringen voor ervaart. Gelukkig zijn. Gelukkig in wie ze is en wat ze doet. En in mijn ogen moet dat niet meer zijn.